Ja! Een goede avond. Zit dit? Ja. Ja. Oké. Okay. Sergio. Stefan. Welkom. Of welkom. Aangenaam. Ja. Hoi. Dag lieve mensen. Ziet het wel uit? Ja. Ja, wordt wel leuk. Gaaf. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Sergio. Ik ben René. Wij zijn onderweg naar Wassenaar, naar een boekpresentatie. We zijn uitgenodigd door de schrijver. Die heeft de boekpresentatie van Bankier van de Dood. En hij heeft ons gevraagd om langs te komen. Dus dat gaan we zeker doen. We hebben er heel veel zin in. Het is een beetje rot weer, maar gelukkig, het is in een kasteel. We zijn heel erg benieuwd. Ja, wat zou er allemaal zijn? DJ, zei je? DJ, comedy, dansers. Dus nee, we mogen niet eten, dus liever geen hapjes aan ons aanbieden. Dank u wel, vriendelijk. Bedankt. Ik slijf over. Ik ben nooit bij een presentatie geweest, hè? Ik ook niet. Jullie hebben het goed. Ja, dat is ja, dat is let's go inside. Ja, we zijn klaar voor. Ja, een goede avond. Zit dit? Ja. Ja? Oh, oké. Okay. Sergio. Stefan. Welkom. Of welkom. Aangenaam. Ja. Hoi. Dag lieve mensen. Ziet het wel uit? Ja. Ja, wordt wel leuk. Gaaf. Dus, ben je klaar om wat oude bekenden Ja. Ja? Ja, tuurlijk. Ja? Zeker? Ik zeg nu ja, maar ik weet het niet zeker, hè? Ik wil niet binnenkomen, dat is nee, spannend. Nee. Anyhow, eerst kun je gewoon even door het kasteel lopen en bij ons checken. En om 9 uur begin ik daar achter de show met alle optredens. Oké. Okay. En je kunt nu eventjes een welke broodje nemen hier. En dan betaal ik als we niet gaan. Nou, liefst. Dat is wel wat je zegt, hè? Het geld noemde hij rijkdom, de ruilhandel noemde hij armoede. Het werd avond en het werd morgen. Oh,
van de Dood. Dat is het boek waar het om gaat. Een mystery thriller. Gaat heel erg over kapitalisme, gaat over religie, maar gaat vooral ook over liefde. En als er iemand is die meer kan vertellen over hoe die liefde nou in elkaar steekt en hoe gecompliceerd dat af en toe kan zijn, dan is dat wel spoken word artist Elte Kienen. Geef hem een groot applaus. We zitten niet meer op één lijn. Niet dezelfde frequentie. Toch gaan we geforceerd op zoek naar die connectie die er was, maar nu niet meer is. Waarom kiezen voor detentie als vrijheid ook een keuze is? Gedachtegang achter tralies, vastzitten in een zelfgecreëerde illusies waanzin. Waarom zou ik mezelf dat aandoen? Ik bedoel, liefde is mooi en ik zal er altijd voor kiezen. Maar liefde is ook ingewikkeld en met de roze bril op is alles mooi, maar je bent toch niet mijn type. Soms lijkt alles vanzelfsprekend. Soms lijkt de dingen vanzelfsprekend. Soms maar dingen zijn niet vanzelfsprekend. Dingen zijn nooit vanzelfsprekend. Dus ik ging van te veel willen worden met te veel woorden zeggen. Zeg veel minder dan veel zeggen met weinig woorden. Ik ben niet van de one-liners, maar als je goed luistert, dan hoor je ze. Van te veel willen worden met te veel woorden zeggen. Zeg veel minder dan veel zeggen met weinig woorden. Dank jullie wel. Willen jullie meer zien? Ga even naar zijn website eltekienen.nl. Bedankt voor jouw bijdrage en deze mooie aftrap van de avond. Over liefde onder andere. En er is dan ook iemand in de zaal die een totaal andere kijk op de liefde heeft. Of toch niet helemaal. Komt het dan toch allemaal weer op hetzelfde neer? De link met het boek gaat hij onder andere beschrijven, maar misschien wat beter, misschien gaat hij erover zingen, want het is een muzikant. En wat voor muzikant, een zeer getalenteerd muzikant. Dames en heren, geef een groot applaus. Hier is Rico Green! Juist. Oké, dus ik had een gesprek met Stefan inderdaad over het boek. En hij zei het gaat over liefde. En het gaat vooral over onbereikbare liefde. En Elte had daar net een heel mooi voorbeeld van hoe hij daarmee omgaat. Toen zei ik tegen Stefan, oké, hier is mijn probleem. Ik heb daar geen last van. En Stefan kijkt me aan en hij zegt, wat bedoel je? Ik ga het jullie uitleggen. En de kans is groot dat jullie me na dit verhaal een beetje een klootzak vinden. Maar ik ga het wel toch uitleggen, oké? Hier is het ding. Ik ben zanger. Oké? En er is iets met zangers, waardoor liefde niet zo onbereikbaar meer is, heel snel. Oké? Het ding is namelijk zo, er is iets aan als mensen gaan zingen, dat mensen opeens heel anders tegen je gaan doen. Om het boek
boek officieel te gaan overhandigen. Het allereerste exemplaar. En daarna krijgen jullie natuurlijk ook de mogelijkheid om een exemplaar te kopen straks in de zaal waar we net ook zijn gestart. Onder het genot natuurlijk van een drankje, onder het genot van een muziekje, een leuk feestje. Maar ik wil natuurlijk eerst de schrijver, voor hem natuurlijk een heel speciaal moment van dit boek, wil ik er heel graag bij halen. Ik weet niet of hij nerveus is. Maar ik denk met zo'n mooi gezelschap dat hij zich alleen maar heel erg op zijn gemak voelt en heel erg blij is dat jullie er allemaal zijn. Geef hem een groot applaus. Hier is Stefan Mooie! Dames en heren, geef een groot applaus, Stefan! Wow! Mooi, mooi! Hoe is het, jongen? Lekker, man. Ben je nerveus? Super nerveus. Ja, nee, niet. Toch? Ik ben blij, man. Ik ben blij. Dat we hier allemaal zijn. Heel hard gewerkt voor dit moment, heel hard aan het boek gewerkt. Kan je een beetje vertellen, kan je een beetje vertellen hoeveel bloed, zweet en tranen hierin is gaan zitten voordat ik heel veel gras voor je voeten ga wegmaaien? Want je gaat er straks nog iets over vertellen, maar kan je een kleine indruk geven? Superveel bloed, zweet en tranen, man. Echt 3 jaar lang bloed, zweet en tranen. Ja, serieus. En dan nu dit moment, op wat voor avond hoop je? Ik heb met jou de avond doorgenomen en ik zeg, nou ja, ik kan je natuurlijk gaan interviewen. Dus je, nee, alsjeblieft niet. Ja, maar dit is even natuurlijk heel kort voor de formaliteit. Maar je wilde het totaal anders doen. Waarom kies je voor zo'n avond, een muzikale, creatieve avond? Waarom? Ik heb gewoon heel veel muzikale vrienden. En heel veel mensen die vinden dat ook leuk. Net zoals ik. Muziek. Dus vandaar een muzikale avond. En daarom ook niet heel erg onlogisch dat we een heel muzikaal iemand hebben die dat eerste exemplaar gaat overhandigen. Zijn ontzettend vereerd dat zij dat vandaag wil gaan doen. Zij stond al eens in de halve finale van The Voice of Holland. Ze was onderdeel van The Ladies of Soul. En we kunnen haar toch wel bestempelen als The Queen of Soul. En vanavond komt ze hier het eerste exemplaar overhandigen. Geef er een heel groot applaus. Hier is Sherman Mouse. Dankjewel. Nou, goedenavond lieve mensen. Ik vind het echt heel tof dat ik dit mag doen. Want, kijk, ik ken Steve toen hij nog op de haven van muziek en dans zat. Met Ricardo en de gekke grappen en grollen. Toen was hij aan het aspireren om zanger te zijn. Kan hij trouwens te gek. Ik snap niet dat je dat niet meer doet. Anyway. En toen ging ik studeren, klaar met school. En die boys waren altijd aan het chillen, leuk, tof. Toen ging ik weer muziekschool opzetten. Ik dacht gewoon, Steve gaat hard. Steve doet dope dingen. Tof. En dan, hij is gewoon zo zeker van zijn zaak. Hij zegt, dat ga ik doen. Doet hij ook en het is succesvol. Te gek. Dan toen, hou op. Toen een paar maanden geleden zei hij, dit bedoel ik, hè. Dit heb ik de hele tijd al bijna 10 jaar met deze gast. En toen vertelde hij een paar maanden geleden, mijn boek komt bijna uit. Ik dacht, wat? Wat heb je allemaal geschreven? Sex, drugs en rock and roll? Ik dacht, het heeft zeker een boek over vrouwen en wijven. Ik zag een man op de hoes, ik dacht, dit kan niet. Maar ik ben zo ontzettend trots. Je wilt niet weten. Want het is één ding om te zeggen, ik ga iets doen. Maar om het ook waar te maken, elke keer opnieuw, that's something big. That's huge. Dus allemaal, maak een foto, deel het op Insta of Facebook, share het, laat je mensen weten, want dit is maar het begin. Ik zie nog 10, 20 boeken in de toekomst. En waar is een groot applaus voor de boy, Steven. Yeah. Super. Veel mensen hebben mij gevraagd van, hoe kom je daar nou eigenlijk op om een boek te schrijven? Nou, ik had wat inspiratie opgedaan, want ik woonde een jaar lang in Londen. En daar had ik een huisgenoot. En die werkte voor een directeur van een bank. Een hele grote bank, ik ga niet namen noemen. En die persoon, die zit in mijn boek, dat is de hoofdpersoon, die heet Nick. In het echt heet iets anders. En hij komt uit Newcastle en hij heeft me heel veel dingen verteld over wat hij mee heeft gemaakt als assistent van die directeur. Dus heel veel seks, drugs en rock'n'roll. Vooral. Financiële wereld. En ik vond het zo tof en ik raakte gewoon geïnspireerd door zijn verhalen.
allemaal vragen om naar de zaal te gaan, lekker drankje te pakken. Ik wens jullie een heel fijne avond en veel leesplezier voor het Bankier van de Rode. Tot de volgende keer! Geweest van Stefan Mollier. Ik zeg het eigenlijk goed. Ik heb al drie, vier variaties gehad. Stefan Mollier. En van Bankier van de Dood. Dat was een super gaaf feestje. We hebben stiekem gedanst met Shirma Rose. Ja, precies. Shirma die was daar, die heeft een boek uitgereikt aan hem. En Rico Green. Ricardo die heeft nog een leuk stukje gezongen. Ik ken hem nog niet, maar dat was zeer schön om naar te luisteren. Ja. Dat was echt tof. En wat hadden we nog meer? We hadden een taaltovenaar. Ja, uitgesproken woord was ook bijzonder om te luisteren. Had een paar toffe one-liners, maar hij gebruikte geen one-liners. Dat was dan weer zo'n one-liner. En, ik heb een mariote. Ik vond het gaaf. Een danseres. Was ook ballerina. Nou, het was echt onwijs leuk. Daarna lekker feestje gehad, lekker gedanst, zoals jullie hebben kunnen zien. En we hebben het boek van hem gekregen. En ja. Daar staat in, voor René en Sergio, thanks voor alle liefde. Het is maar goed dat hij het boek niet met de hand geschreven heeft, want anders ben ik een erg mooi boek. Maar zoals ik... van hem hoorde, vind ik het wel, lijkt het me een spannend boek, heel interessant, ja. Over een bankier die een liefde heeft uit de stripclub en op het moment dat hij denkt van ik wil haar daar weghalen is hij ineens verdwenen. En ze gaan dus eigenlijk op jacht van waar is ze naartoe, wat is er gebeurd. Dus wat er als laatste op de achterkant staat is door leugens, bedrog en vreemd gedrag van de mensen die ze ondervragen reis te vragen. Was er echt liefde tussen James en Daisy of was ze onderdeel van een complot? Ik ben geïnteresseerd. Hij is te koop bij bol.com, de VPIC en bij de Bruna. Dus ik zou zeggen, ja, koop hem ook. Wij gaan hem in ieder geval lezen. En Stefan, bedankt voor de uitnodiging. We hebben genoten. Onwijs bedankt. Super. En jullie bedankt voor het kijken weer. Een likeje omhoog.
En vergeet niet te abonneren. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao.